Ik ben er gisteren tussen gaan staan. Ik heb gewoon gezegd, jongens, gaan er gewoon uit elkaar. Want het wordt natuurlijk binnenkort gewoon uit elkaar geslagen. Nou, dan zie je dat heel eventjes gebeuren. En op een gegeven moment worden de speakers opgepakt. Ze gaan 100 meter verder zitten. En ze vieren een feestje verder. Na meerdere feestavonden op het strand van Bloemendaal, waarbij de coronamaatregelen niet gewaarborgd konden worden, grijpt de veiligheidsregio nu in. Het is niet langer toegestaan om geluidsinstallaties mee te nemen naar het strand. Dit is gewoon voor de andere hazes, hè, voor de meezingers. Dus en wellicht als de sfeer een beetje omdraait, dat ik dan wat knallers erin gooi. Maar dan moet ik nog even kijken. Maar zulke geluidsinstallaties zijn dus niet meer toegestaan op het strand, omdat ze volgens de veiligheidsregio steeds vaker spontane feestjes uitlokken. En zo'n maatregel is volgens meerdere strandtenteigenaren hard nodig. Je moet gewoon eerder en adequater optreden, klaar. Meer agenten en vriendelijk gewoon, zet een paar leuke meiden neer. Die gaan ertussen, die gaan heel vriendelijk vragen of ze uit elkaar blijven. Dan trap je de veenbrandjes uit. Heel simpel. Als er een klein brandhaardje ontstaat, moet je het snel blussen. Want anders ontstaat er een bosbrand. En die bosbranden die vinden dus elke keer plaats en de overheid schiet tekort en is gewoon te laat. Toch herkennen niet alle feestgangers zich in de aanklacht dat er tijdens de feesten geen afstand gehouden wordt. Zelf stond ik een beetje achteraan en je kon een beetje de drukte opzoeken, maar ook weer afstand nemen. Dus voor mij ging het prima, zeker. Ik denk dat er wel 1,5 meter gehanteerd werd, alleen dat was niet continu. Het is een moment geweest, zeker. Maar op een gegeven moment werd er vriendelijk verzocht om afstand te houden en dat werd ook gehanteerd. De komende tijd moeten BOA's erop toezien dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd.